toen ik presenteerde dit basisconcept, en ik had ook de naam genoemd, Stad van de Zon, alles met zonne-energie. Toen vroeg iemand, hier hebben we geen zon. Bent u toevallig in India geweest de laatste maanden? Volgens mij heeft u gewoon daar een zonnesteek opgelopen. Toen zei ik gewoon lachend, op weg hier naartoe heb ik een tikje van die molen gekregen. Dus moet u ook windenergie hebben. En zo is ontstaan zonne-energie en windenergie. Maar in Nederland is de verandering wordt gezien als bedreiging. In welke vorm dan ook. Verandering iets anders doen dan we altijd deden, geeft onzekerheid. En wij zijn een cultuur van zekerheden. We willen zeker weten hoe dat gaat. Toen ik hier kwam, was ik niet verzekerd. De eerste preek heb ik van mijn schoonvader gekregen. Je moet je laten verzekeren. Zo die zekerheid, dat is iets toch in de weg staat. Maar aan de andere kant, we hebben de meest innovatieve dingen gedaan in dit land. De beste manier om mensen te overtuigen van dat duurzaam denken en duurzaam doen is heel belangrijk, is een deelgenoot maken. Niet als een preek alleen maar blijven vertellen dat het beter is voor hun, dat ze zelf zeggen dat het eigenlijk beter voor mij is en voor de toekomst. Zo, belangrijk boodschap, die heb ik altijd meegenomen, dat niet wat jij zegt, maar wat die mensen op een bepaald moment bedenken. We hebben een syndroom, allemaal, niet bedacht door mijn syndroom. Als iemand aankomt met iets, is niet door jou bedacht, ben je altijd argwaan. In Nederland is heel veel passie en heel veel betrokkenheid voor duurzaamheid, duurzaam bouwen, duurzaam ontwikkelen. Maar het is toch een klein beetje in die hoek van, als je dat niet doet, dan doe je niet goed. Een beetje een soort parochie begint te worden. En daar moeten we vanaf. Moeten we de mensen bijna vanzelfsprekend laten vinden, zoals riolering, stromende water, elektriciteit. Dat duurzaamheid, zonne-energie, windenergie is gewoon vanzelfsprekend moeten zijn. We hebben te veel in die hoek van alternatieven meegenomen. Dat is de reden, heb ik altijd gezegd, als wij advertenties hebben van Stad van de Zon in de krant, dan moet je niet nadrukkelijk zeggen dat het gaat over alternatieve energiebronnen. Gewoon zeggen dat het een mooi huis is, betaalbaar, mooie ligging, met een prachtig uitzicht, 5 kamers of 4 kamers, en daar gaat het om voor mensen. En die moet je centraal stellen. Ja, voor mij de duurzaamheid is gewoon normaal. En ik vind dat ook duurzaamheid is niet genoeg. Want die woord dekt de lading niet eigenlijk. Het moet meer zijn. Stel eens voor als iemand vraagt nu, hoe gaat het met uw huwelijk? Duurzaam. Nou, het wordt tijd om een gesprek te organiseren onderling. Duurzaam bouwen is helemaal niet ingewikkeld. Het is eigenlijk heel eenvoudig. We weten alles over hoe moet je dat doen. Het is gewoon een kwestie van logistiek. Een kwestie van dat we zeggen, dat gaan we ook doen en niet alleen maar bespreken. En we hebben eigenlijk een beetje te lang bedacht, het is zo bijzonder dat het niet normaal kan, dus moet weer allerlei subsidies, allerlei dingen moet het plaatsvinden. Wetende ook, voor alle infrastructuur is een subsidie. Zelfs voor elektriciteit, die is ook zeg maar gesubsidieerd. Zo alles, maar dit kwam als een soort apart ding in het klimaat van marktwerking. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Dus die duurzaamheid is iets wat heel eenvoudig is. Het is gewoon een ander gedrag, andere keuzes maken. Je kan ook in de supermarkt gaan en daar zijn gezonde en ongezonde en minder gezonde spullen in de rekken. Nou, keus maken. Het is niet dat het meer kost en minder kost. En dan zeggen ze, nee, ik wil die gezond zeg maar schotel hebben. Nou, die keus maken, daarvoor is een soort toch een beetje collectieve verlangens moet gekweekt worden.
Nou, wat nodig is om mensen mee te nemen, is ontzettend veel passie, enthousiasme, kunst van het verleiden, kunst van het overtuigen. Je moet ook rationaliseren. Maar af en toe moet je zeggen, zou dat niet leuk zijn dat hier windmolens zijn? Zou dat niet mooi zijn als de daken helemaal bezaaid zijn met zonnepanelen? We krijgen een hele nieuwe daklandschap voor een stukje stad. Zo van alle kanten. En dan ook die praktisch denken. Straks hebben wij die zogenaamde fossiele energie niet meer. Die grondstoffen. Zo, we moeten overgaan naar die andere. De tweede is, ben je ook onafhankelijk van al die oliechecks. En die onafhankelijkheid, autarkisch denken, op lokaal niveau, op regionaal niveau, op nationaal niveau, vind ik ook strategisch, politiek heel erg belangrijk is. Zo van alle kanten geeft aan wat je kan zelfstandig doen. En dan heb je een echt gevoel van vrijheid. Want anders, we hebben in de jaren 70 meegemaakt met de olieboycott. We wisten niet wat moeten we doen in die tijd. Nou, dat is precies het punt. Naast de natuurlijk, het is schoner. Wij besparen voor de toekomst van onze kleinkinderen en achterkleinkinderen, planeten. In een betere gezondheidsvorm, zeg maar. Maar die essentie is, dat gebeurt niet als die mensen niet vanzelfsprekend vinden en ook van houden. Kijk, dat is heel, heel bijzonder. Heb ik meegemaakt in Lijnbaan. Toen hadden wij in Rotterdam in het midden bloemperken. Hè, met prachtig bloemen. Eind van de middag liepen jongeren, ik heb over jaren 70. En die sloegen op de ruiten, wel, zoals gebruikelijk is, die stalen dingen. Maar niemand deed iets met de bloemen. Maar een van de jongens, die was heel verliefd op mijn meisje samen, ging eens naar die bloemenwinkeltje, het stalletje, om daar bloemen te kopen en niet te plukken. Nou, dat gaf mij een belangrijke les in mijn leven. Kwetsbaarheid roept de tederheid op. Zo moeten wij blijven doen die dingen die zogenaamd kwetsbaar zijn. En niet de samenleving, de stad, zodanig bouwen dat het eigenlijk niet kwetsbaar meer is. Dan is de tederheid niet meer. Dus die sensualiteit, die emoties, de passie, die poëzie, verbeelding, fantasie. Als een kind moet je dat meenemen. Ben je gevraagd om behoorlijk verantwoord manier mee omgaan met die opgave. Maar die kind in je moet je altijd meedragen. Want die geeft uiteindelijk de beste, onbevangen, autonome advies, zeg maar. Alles begint bij de openbaar bestuur, bij de gemeente, bij het Rijk, bij de provincie. Die eigenlijk in de Tweede Kamer, met ons ministers. Dat is eigenlijk de voordeur. En als zij overtuigd zijn, en ze staan daarvoor, en dat is ook gelukt hier, dankzij de openbaar bestuur, de gemeentebestuur, de raad en de college, die hebben volgehouden vanaf 92. En dan creëren ze condities, die voorwaarden voor de bouwers, voor de ontwikkelaars, om een deelgenoot te maken. Maar de initiatief is tot nu toe alleen mogelijk, initiatief is vanuit het bestuur, openbaar bestuur. Maar we hebben geluk gehad hier met de ontwikkelaar hier. Die had al behoorlijk wat gedaan met duurzaamheid. Dus we hadden wel die mensen die ook met betrokkenheid, engagementen hier bezig waren. Maar de mooiste is als een soort publiek, private private samenwerking is. Dat de burgers met de overheid, met die marktpartijen samen dingen doen. En dan kan veel, veel mooie dingen ontstaan. Want nu, ze hebben angst. Gaan we dit doen? Dat kost misschien meer. Misschien valt het niet in de smaak, kunnen we niet verkopen. En de mooiste is als je die panel van toekomstige kopers meeneemt tijdens het ontwerpproces. Dan heb je dat ook een beetje afgetast. Maar dat is ook moeilijk. Want die burgers zijn net zo conservatief als de bouwers. Soms nog meer.
Die beweging, maar die overtuigingskracht moet zijn dat ze zien dat het moeite waard is. Niet alleen in de materieel zin, daar leggen we veel te veel nadruk op. Straks is het goedkoper om zonne-energie te hebben, maar het moet ook in de immaterieel zin zijn. Ze moeten ook een beetje verliefd worden op die alternatief denken en doen. Als iemand een probleem ziet, als hij wil voorleggen, moet hij tenminste twee oplossingen hebben mee. Zo niet alleen maar probleem signaleren, maar met name de oplossing te komen. En dat was de running gag. Door de hele, al die jaren heen, iedere keer als iemand nieuw was, en die wist die afspraak natuurlijk niet, die begon alleen maar problemen op te doen. Ja, dat kan niet, hoe zien jullie dat? En iedereen begon te lachen. Ik zei, nu moet je een oplossing geven. Nou, dat werkt dat mensen niet alleen maar kritiek geven, niet hun intelligentie in het stellen van vragen, maar ook zoeken naar antwoorden. Als een aannemer zegt tegen mij, naar mijn tekeningen, zegt dan, ja, en meneer Belotera, hoe dacht u om dat te bouwen? Ik zeg, god, ik dacht, dat ging u doen. Dat betekent dat je afhankelijk bent van elkaar, dat het niet een lineair proces is, dat de beslissingen over de voordeur, bij wijze van spreken, die worden genomen op een bepaald moment tijdens dat overal plan, de stadsplattegrond. Nou, die besef van begin af heeft altijd gewerkt. En de belangrijkste natuurlijk, dat die betrokkenen als individu daarbij zitten en niet vertegenwoordigen van hun bedrijven die achter staan. Die individuen samen, die maken eigenlijk mooier dingen dan bedrijven samen. Kijk eens even om je heen. Doe je ogen open, oren open, ruik het. En dan zal je zien dat het is zo vanzelfsprekend.